Hallo, welkom. We gaan verder met Marcus. Marcus 4 van 26 tot en met 29. Waar over Jezus beschreven staat. En hij zei tegen een grote groep mensen: het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde. Hij slaapt en staat weer op. Dag in, dag uit. Terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aar, dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst. Tot zover. Marcus citeert nog een gelijkenis van Jezus. Hij heeft in dit hoofdstuk een heel stel op een rijtje neergezet, die Jezus verteld heeft aan grote groepen mensen. En dit gaat ook opnieuw over het koningschap van God, over Gods koninkrijk. Ik denk dat dat de mensen van die tijd toch al als heel bijzonder in de oren moet hebben geklonken. Immers, het koningshuis van Israël, van David, dat is al heel lang buitenspel. Er is een tijdje een koningschap geweest onder leiding van Juda Maccabeus, beschreven in de boeken. Toen kwam het Romeinse Rijk en sindsdien hebben ze een koning uit Edom, een vazalkoning van Rome. Nou, daar word je helemaal niet blij van. Maar Joden die hun geschiedenis kennen weten ook dat toen de eerste koning gekozen werd, koning Saul, dat Samuel, de profeet, daar helemaal niet enthousiast over was. En dat God tegen hem zei: dan moet je ophouden met mopperen. Ze hebben niet jou aan de kant geschoven, ze hebben mij aan de kant geschoven. Want ik ben de koning. En nu willen ze een mens als koning. Nou, laat maar geworden dan. Zullen we zien wat er van komt. Zoiets in die zin. God is de eerste koning van Israël. En op het moment dat Jezus, met Johannes als voorloper, Johannes de Doper, op het moment dat Jezus dat aankondigt, dan is het alsof we teruggegrepen worden op de oeroude wortels van Israël, waarin God regeerde over het volk. Gods koninkrijk komt terug. Maar hoe? Nou, nog maar een keer een beeld. Een zaaier, weer een zaaier, die zaait zijn graan in de aarde. Zo uit een buidel met de hand, strooien links en rechts. En dan ligt het daar. En dan? Ja, zit hij er elke dag op mijn knieën bij te peuteren van wat komt ervan? Hoe ver is het al? Even kijken hoe ver de graankorrel al is. Helemaal niks. Jezus beschrijft het in laconieke bewoordingen. Hij slaapt en hij staat op, dag in dag uit. En dat is precies wat hij doet. Waarbij aardig is om even op te letten dat het niet begint met hij wordt wakker en gaat slapen. Maar hij gaat slapen en wordt wakker. Want dat is de Joodse dagindeling. Die begint bij de schemering. En die eindigt bij de schemering van de volgende dag. Eerst de nacht, dan de dag. Slapen en opstaan, Joods dagritme. En het zaad ontkiemt ondertussen. De zaaier heeft geen idee. Ja, na verloop van tijd ziet hij wel wat boven de grond uitkomen. Daar wordt hij vast heel blij van. Maar hoe dat nou precies werkt, dat weten wij zelfs niet eens precies. Er gebeuren dingen in waar nog steeds nadrukkelijk naar gezocht wordt. Wat gebeurt daar nou eigenlijk precies in zo'n korrel en in zo'n aar? Hoe kan dat mechanisme uit zichzelf ontstaan? Want dat is wat er gezegd wordt. Dat is wat Jezus ook zegt. Uit zichzelf brengt de aarde de vrucht voort. Dat is de scheppingswetmatigheid die God al in de schepping gelegd heeft. Dat zijn de spelregels die hij heeft vastgelegd voor rijlen en zeilen van de schepping. Dat graan in de aarde gestrooid. Met een beetje geluk. En met een hoop goede grond en regen om een zoveel tijd. Een heleboel oogst voort kan brengen. Een overvloed waar mensen van mogen leven. Blijkbaar gaat het zo ook met Gods koninkrijk. Dat betekent dus dat het niet een menselijke prestatie is. We bouwen een knutsel en net zolang tot Gods koninkrijk er is. Dat denken wij wel eens. Dat hebben vroeger de eerste proto-baptisten ook gedacht. Dat werd een enorme tegenslag. Niet in het begin hoor, want ze veroverden Münster. Jan van Leiden deed dat en gooide de bisschop eruit. Vervolgens riep hij het koninkrijk van God uit in de stad. Dat ontaarde compleet in een hele gruwelijke, verkeerd soort samenleving. En toen kwam de bisschop terug en toen was het afgelopen met het Rijk van God dat Jan van Münster eigenhandig had opgericht. Wij doen dat niet. Het is kennelijk God die het doet. Die laat het proces zijn gang gaan en ondersteunt het en draagt het. Het is Gods trouw, het is Gods werk. Nou zou je denken, mooie boel. Dat betekent dat we de pantoffels aan kunnen doen en kunnen gaan zitten in de luie stoel. Nou, ik wijs er wel even op dat de gelijkenis begint en eindigt met actie van de zaaier. Hij staat eerst op en zaait.
En vervolgens, als je ziet dat het zover is, staat hij op en grijpt de sikkel en begint de zeis, zeg maar, en begint het te oogsten. Want dat moet ook gebeuren, er moet wel geoogst worden. We zijn niet compleet werkloos. Nee, op het moment dat de zaaier ziet, het is zover, dan oogst hij wat hij gezaaid heeft. Nou, dit lijkt wel een beetje weer op die gelijkenissen, paraplu-gelijkenis over de zaaier, die het zaad uitstrooit enzovoort. En ook, daar is het om de vreugde van de oogst, dat is hier natuurlijk ook zo, het gaat erom dat er een geweldige oogst tevoorschijn komt, en dat dat uit Gods goedheid voortkomt. Dat het koninkrijk van God een geweldige oogst gaat opleveren uit Gods goedheid. Dat is een buitengewoon troostrijke gedachte. En ook het idee dat het groeit zonder dat wij dat nou direct heel erg presteren. Ik vind dat altijd erg mooi om de boeken van Adrian Pless te lezen. Een gewijde dagboek onder andere. Die zichzelf beschrijft als een aards stuntelaar voor God. En in die boeken ook zo komisch en treffend kan beschrijven. Hoe de lieve Heer gebruik maakt van zijn gestuntel. Om wat goeds te doen aan andere mensen. Dat is echt geweldig om te lezen. En heel troostrijk. Oh ja, ja. Oh ja. Oh ja, God gebruikt ook stuntelende mensen. Wat een mazzel. Ik kan me dus een keer verspreken als het nodig is. Gods koninkrijk groeit. Groeit in anderen. Groeit in zichzelf. Groeit in de kerk van Jezus bijvoorbeeld. Dat zijn heel veel voorbeelden. Maar de kerk van Jezus is ook zo'n voorbeeld. Er zitten er 120 man bij elkaar. En in eerste instantie zijn ze doodsbenauwd. Allemaal op zich voor de Romeinse overheid. En dan hebben ze de opgestaande Jezus ontmoet. Dan worden ze weer vol moed, maar moeten wachten. En dan met Pinksteren, dan stort Gods geest zich op hen. Overvloeit hen. En dan, ja, dan zijn ze niet meer te stuiten. De eerste 3 eeuwen heeft de kerk van Jezus het heel moeilijk gehad. Ik weet niet hoeveel mensen vermoord omdat ze in Jezus geloven. Het was voldoende om te zeggen, ik ben een christen, om ter dood veroordeeld te worden. En desondanks groeide dat alles door. Mensen houden hun leven ervoor over. De groei van Gods koninkrijk gaat soms dwars door de dikste ellende heen. Door de zwartste nacht. En komt toch tot de voorschijn. Toch tevoorschijn. Soms gaat het ook over een individueel mensenhart. Dat heb ik ook al vaak meegemaakt. Van mensen waarvan je denkt, nou, ken je dan hè, op een of andere manier. Maar geen idee wat er in zo'n mensenhart zich afspeelt. Komt er ook niet uit, komt niet tevoorschijn. En dan ineens ontstaat er een gesprek. En dan blijkt dat iemand al een heel eind op de weg van het geloof is. Het woord van genade en van liefde en van Gods goedheid is al ingezaaid. En vervolgens is er een geheimzinnig soort kiemingsproces ontstaan in de mensenleven. Waardoor een mens ineens tot ontdekking komt. Ik geloof in God. Soms gaat het ook om mensen die hun hele jonge leven doorgebracht hebben zonder af te weten van Jezus kerk. En van Jezus werk. Totdat ze er ineens tegenaan lopen. En dan erachter komen waar ze al die tijd naar gehunkerd hebben. Waar ze naar uitgezien hebben, naar verlangd hebben. Dat ze thuis konden komen in het huisgezin van God. Ik denk ook aan die menigte die waar Jezus tegenaan spreekt. Die hij toespreekt. Een enorme groep mensen. Toen de dood en opstanding van Jezus helemaal achter de rug was. En de geest van God uitgestort was. Kwamen er 5000 Joden tot geloof. Ik kan het niet bewijzen natuurlijk of aantonen, maar ik heb zo'n vermoeden dat daar lui bij zijn geweest die in die menigte gestaan hebben een paar jaar eerder. En ineens binnen het koninkrijk van God tot ontplooiing komen. Ineens snappen wat ze toen gehoord hebben. Ook aan zichzelf gehoord hebben. Het beeld van Gods Rijk is ook het beeld van de toekomst. God gaat wat doen, wat wij niet kunnen doen. Hij gaat deze geschiedenis afronden en hij gaat zijn kinderen bij elkaar brengen en thuis halen. Niet doordat ze langzamerhand één voor één doodgaan, dat is ook een manier, dat ga ik nou niet uitleggen, maar door ze allemaal tegelijk mee te nemen. Een wonderbaarlijk iets waar de Bijbel over schrijft dat haast niet te bevatten valt, maar wat ook in het kader van deze gelijkenis thuis wordt. Meteen, de oogst komt, meteen, en dan is Jezus de zaaier die de oogst binnenhaalt. Nou, daar ga ik nog verder niks meer over zeggen. Tot zover eerst maar eens. Misschien tot ziens. En in elk geval, God zegen toegewenst.